Je staat ervoor. 219,9 minuten. Dankjewel, Kelly. Dankjewel. Ik heb niet. Wie heeft er gereageerd op een gratis? Wauw, het is gewoon al kwart over drie, zondag 3 december. En ik begin nu pas echt te praten met jullie. Ik was eigenlijk best wel vroeg wakker. Ik was rond 10 uur wakker. Maar ik moest natuurlijk weer wat vlogs editen. En ik moest ze uploaden en renderen en al dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk saai als ik dat iedere keer weer ga filmen. Want dat film ik eigenlijk echt elke dag bijna. Dus ik dacht van, laat het nu maar. Ik vlog dit keer gewoon niet. Ik heb wel gefilmd wat ik soort van heb ontbeten. Want ik heb dus pizza's gegeten in de ochtend. Want ik had honger. Ik had gewoon echt honger. Maar vandaag is het de zondag. En ik heb eigenlijk echt helemaal niks te doen. Ik zou eigenlijk naar de Bijenkorf gaan met Patricio. Want hij heeft een 50 euro tegoedbon. En hij wilde wat leuks voor zichzelf kopen. Helaas is hij ziek. Dus zei hij laat maar. Maar dat vind ik niet echt heel erg. Want het regent. En ik heb echt geen zin om naar buiten te gaan. Echt niet gewoon. Ik heb niet veel dingen te doen. Behalve dan dat ik een pakketje moet inpakken. Ik heb mijn camera opgeruimd. Ik heb de video's geëdit en klaargezet voor vanavond. Ik moet mijn bureau nog wel opruimen. Zie ik nu net. En ja, voor de rest heb ik niet echt veel te doen, denk ik. Als jullie denken dat deze vlog leuk wordt, vergeet dan natuurlijk niet te liken. En let's go. Deze natuurlijk niet vergeten. Het is dag 3. We kunnen 250.000 euro winnen. Wow. Even. De wand. Dat betekent. Volgens mij is het echt super weinig. Oh nee, 10.000. Oké, daar moet ik er 9 van hebben. Alright. Oeh. Let's go! Kijk wat ik eventjes vind. Ik zat dus ooit bij Foam. Dat is iets met fotografie. En toen heb ik ooit dit gemaakt. Ik vind mezelf wel een held. Yeah, sure. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon mijn kalender ding dat ik heb gekregen laatst. Heb ik gewoon een stuk geknipt. En ik heb er dit van gemaakt. En dit is voor school eigenlijk. Even kijken. Dit is dus eigenlijk voor school. Dit is voor filmgeschiedenis. Exploitatiefilm dat ondergeschikt is. Ja. Dit slaat echt nergens op. Dit heeft ook echt niks met exploitatiefilm te maken. Oké, ik ben dus heel erg actief op United Wardrobe. En ik heb dus gisteren heb ik iets verkocht. En dat is dit North Face trui, shirt. Het is een lange mouwen trui, zeg maar. En op de achterkant staat ook nog eens North Face. En ik heb deze dus verkocht. En als jullie mij willen volgen op United Wardrobe, want ik ben heel erg actief, dan kunnen jullie mij volgen. Het linkje komt hier in de beschrijving te staan. Ik besteed eerlijk gezegd best wel veel aandacht aan mijn pakketjes. Ik doe er vaak een kaartje bij. Of ik versier het een beetje. Of je krijgt nog iets extra's erbij, zoals ik weet echt niet wat. Je krijgt vaak gewoon iets extra's erbij, zoals een kortingsbon van iets. En dat doe ik omdat ik het gewoon echt super leuk vind om pakketjes te krijgen. Maar ik vind het niet leuk om het te krijgen en dan ziet het er heel slecht en lelijk uit. Ik vind het altijd leuk als het er heel schattig uitziet. Dus dan denk ik van, waarom doe ik dat niet bij anderen? Dus ik ben dus heel erg actief op United Wardrobe. En als jullie kleding van mij willen kopen of whatever, dan kunnen jullie mij volgen en dan kunnen jullie een kijkje nemen in mijn kledingkast.
daar zijn adres op staat. En dat vind ik niet zo netjes om dat te laten zien. Mijn moeder heeft me net geappt met... ja, ga je patat bakken en bla bla bla. Dus ik ga zo meteen eten maken. Het is, zo ga je het beter kunnen zien. Het is al 4:30. Dus het is wel echt een beetje etenstijd. Maar ik ga nog eventjes een half uurtje wachten en dan ga ik patat bakken. En voor de rest heb ik echt niks te doen. Mijn kamer is al helemaal opgeruimd. Ik heb mijn dingen gedaan die ik moest doen. Dus ja, ik weet niet precies wat de planning is voor nu. Ik heb dus net gegeten en zoals jullie konden zien heb ik patat gegeten, frikandel en een hamburger als het goed is. En nadat ik heb gegeten is mijn huid altijd zo vettig. Dus ik heb net mijn huid een beetje, zeg maar, met een washandje over mijn hoofd heb ik gedaan. En ik ben dus van plan om dit masker uit te proberen. En ik heb dit masker dus gekregen vorige keer. Een soort van kerstcadeautje, goodie bag had ik dit gekregen. Maar ik ga dit masker dus uitproberen en ik ben echt benieuwd. Ik heb nog nooit... Wow, wat voor masker is dit? Dit is dus een tissue masker. Huh? Oké. Wow. Dit had ik niet verwacht. Dit voelt ook heel plakkerig aan. Dit is een tissue masker. Dit heb ik echt nog nooit in mijn leven gehoord. Zijn het er nou twee? Huh? Ja, het zijn er twee. Oh my god, ik weet niet hoe dit werkt. Oké, ik moet snel lezen voordat het... Dus het witte kant moet... What the fuck? Oké. Oh, dit is zo koud. Oké, ik zie er echt serieus niet uit. De camera is ook een beetje verplaatst. Oh god, ik kan niet lachen. Oké. Eén klaar. Nu moet ik het 15 minuten laten intrekken. Oh, mijn gezicht is zo koud. Wow, mijn gezicht voelt strakker. Oké, het is nu bijna 7 uur en ik heb me al een beetje opgemaakt. Tenminste een beetje, ik heb gewoon dingen gedaan die ik moet doen. Ik ga zo meteen naar de Mac met Rachel. En jullie weten dat ik eigenlijk nooit meer met Rachel omga of omging. Ja, ik weet het niet. Het is een beetje ingewikkeld, laat me het zo zeggen. I must be tough. Ik heb hem ook daar zitten. Kijk, je ziet het niet. Ik moet opstaan. Ik moet zo. I must behave, I must keep fighting. Oké, ik ben nu net thuis en het is nu 8:30 om precies te zijn. En bij de Albert Heijn, we zijn dus ook naar de Albert Heijn geweest, hebben we een white chocolate mocha gekocht en wat zalm sushi. En dat ga ik nu opeten en opdrinken. En ondertussen ga ik ook even deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn, ga ik nu editen. En, oh ja, shout-out naar Rachel, want Rachel heeft het voor me betaald. Gewoon uit het niets. Ik kon het gewoon zelf betalen. Maar... Ik vind sushi oprecht heel lekker. Maar die van de Albert Heijn, die vind ik echt minder. Ik vind het minder lekker, echt veel minder lekker. Volgens mij moest ik hem ook eventjes buiten de koelkast houden. Maar dat heb ik dus niet gedaan, dus nu is hij ijskoud. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Oké jongens, het is al gewoon 11 uur en ik zou vroeg gaan slapen. Tenminste, ik zou het proberen. Het is mislukt. Ik moet dus ook nog de vlog editen. Ik ben wel bijna klaar. Ik moet nog even muziek gaan zoeken voor bepaalde stukjes. En de thumbnail moet ik nog maken. En dan ga ik hem morgen op school, zet ik hem dan klaar.
Ik moet ook nog even mijn tas inpakken. Dat moet ik ook nog doen. En ja, voor de rest heb ik niet echt veel te doen. Dus ja, dus hierbij wil ik de vlog afsluiten. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En zie ik je hopelijk weer in de volgende vlog.